Geen. بس نقلب على شي حاجة اللي ما عمري نلقاها. تنقلب على الحاجة اللي مشات شحال هادي. Het gebeurt niet zo vaak dat er een afgestudeerd vliegtuigingenieur hier op het festival een film heeft draaien. Ik heb inderdaad vliegtuigbouw gestudeerd in Delft en ik heb daar een tijdje in gewerkt. Maar dat, de droom van de romantiek van vliegtuigenontwerpen zo in de realiteit was dat echt in een kantoor zitten en achter de computer de hele dag en op vliegvelden werken met kerosine. Lucht. Dus ik, ja, het was toch iets minder romantisch dan ik me had voorgesteld. Moest je ook op vliegvelden werken als ingenieur? Zit je niet de hele tijd met AutoCAD? Nou, de bedrijven waar je werkt, die hebben vaak hun eigen vliegveld. Dus ik werkte eerst bij Beechcraft in Kansas en daarna bij Bombardier in Canada. En ja, die hebben al hun kantoren op de vliegvelden, zodat ze meteen kunnen testen en meteen ook de fabriek aan het vliegveld hebben, zeg maar. Hoe kom je dan bij film terecht daar vandaan? Ja, ik heb als kind Star Wars gezien en dat maakte een enorme indruk op mij. En daardoor ben ik eigenlijk eerst vliegtuigen en ruimteschepen gaan tekenen. En dat ben ik ook gaan studeren. Maar zoals ik al zei, toen ik erachter kwam dat vliegtuigbouw eigenlijk veel technischer was en ik daar een tijdje in had gewerkt, dacht ik, nee, volgens mij was het Star Wars toch iets anders wat ik daar leuk aan vond, namelijk het film maken. Had je niet gelijk de ruimtevaart in moeten gaan? Want dat was dan misschien beter geweest. Ja, dat was misschien ook wel interessant. Nee, maar voor mij was, ja, er was iets aan vliegtuigen wat ik enorm mooi vond, dat zweven. Maar ik vond film ook helemaal te gek. En ik ben daar uiteindelijk na een omweg via bankieren in Londen, wat helemaal eigenlijk achteraf niks voor mij was, ben ik er ingesprongen in het diepe en ben ik film gaan maken. Hoe oud was je toen je zelf bent gaan surfen? 11. Mijn vader was een surfer en ik heb van hem leren surfen eigenlijk. Was het voor of na Star Wars? Dat was een paar jaar na Star Wars, ja. Als kind heb ik in Californië gewoond en dat heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Mijn vader moest daar werken en ik vond dat helemaal fantastisch. Wij zijn op een gegeven moment weer teruggegaan. Mijn vader moest weer terug naar Nederland en dat was voor mij heel erg zwaar. En ik heb eigenlijk altijd het verlangen gehad om daar weer naar terug te gaan, om daar weer te wonen. Dus ik heb dat ook gebruikt. Je herkende dat verlangen, wat ik zelf had naar Californië, in die jongens in het dorp in Marokko. Een soort, kijk, zij krijgen zeg maar Europa op bezoek, dus ze zijn er eigenlijk heel dichtbij en ze zien van alles, horen van alles over Europa. Dus dat krijgt een soort mythische omvang voor hen in hun hoofd. En ik herkende dat verlangen wat langzaam bij hen kwam om dat ook eens te zien, om daar ook eens heen te gaan. En om ook die vrijheid te hebben in hun leven die ze bij ons zagen, zeg maar. Ja. Je film gaat over een Marokkaanse surfer die dat verlangen heeft. Hoe is dat verhaal zo ontstaan? Je ging daar zelf surfen? Ja, ik ben zelf voor het eerst in 2002, dus een tijd geleden, naar Marokko gegaan met een vriend om te surfen. En wij waren met z'n tweeën fanatieke windsurfers en we hadden gehoord van een plaatsje, een klein dorpje in de buurt van Essaouira. Dat is een wat grotere stad. En dat heette Moulay Bouzaktoun. En we hadden gehoord dat het daar fantastisch windsurfen was. Hele hoge golven en heel veel wind. Dus wij zijn met z'n tweeën daar naartoe gegaan en dat was inderdaad helemaal te gek. En het dorpje was toen net ontdekt, een paar jaar door Europese surfers. En ik ben over de jaren heen teruggegaan en je zag eigenlijk dat er steeds meer surfers heen gingen en dat er steeds meer een band ontstond tussen een groep windsurfers en de jongens en de mensen en de families uit dat dorp. Ja. Je hoofdpersoon Efta, die is zoon van een arme visser in het verhaal. En het verbaasde me eigenlijk dat hij, maar dat is misschien mijn idee, je moet me tegenspreken als het niet zo is, voor Marokkaanse begrippen luxe sport als windsurfer kon doen. Het is toch een duur bier? Ja, dat is een hele goede vraag, want wat er eigenlijk gebeurt
in dat dorp, is dat toen wij daar voor het eerst kwamen, surfde niemand daar. Niemand van de jongens. En ze keken alleen. Dus ze waren allemaal toen al best wel jong. Zo weet je wel, vroeg in de 12, 13, 14 jaar. En ze zaten op de rotsen naar ons te kijken. En dan vaak namen ze één of twee zeilen, die favoriete kleuren, zeg maar. Zeiden ze, oh, ik ben voor die en ik ben voor die. En ze waren helemaal gefascineerd door dat surfen. Wij lieten vervolgens oude spullen achter die kapot waren gegaan. Dat is ook een beetje ja, een soort Europese decadentie. Als een zeil kapot is of een plank zit een gat in, dan laat je hem daarachter. En zij hebben die planken genomen en die zeilen en gerepareerd en hebben zichzelf surfen geleerd. Dan kan je nagaan, je woont in het dorp het hele jaar door. Dus je hebt 365 dagen dat je kan oefenen. Dus binnen een jaar waren een paar van die jongens heel goed geworden en binnen 2 jaar waren ze veel beter dan wij. En EFTA die hoorde daarbij, ook Boesma die inmiddels nummer 10 van de wereld is, hoorde daarbij. Er zijn nu veel meer jongens in het dorp, bijna het hele dorp surft. En die gebruiken met name oude spullen die wij daar hebben achtergelaten of die wij aan ze hebben gegeven. Want toen wij zagen dat ze goed konden surfen, was er ook steeds meer een soort cultuur van dat wij spullen aan hen gaven of dat de sponsors voor hen regelden. Dus langzamerhand hebben die jongens heel goed leren surfen. Maar het verhaal gaat verder. Die andere wereld waar al die luxueuze jongens met hun surfplanken vandaan komen, die ze ook nog achter kunnen laten daar, die wil hij zelf zien, die wil hij zelf meemaken. En dat verlangen correspondeert natuurlijk heel erg met heel veel vluchtelingen die ook in Afrika zitten. Vertel eens wat over die ontwikkeling van het verhaal. Ik ben 1 keer teruggegaan in de winter en dan was het een heel ander verhaal dan in de zomer. Dan zag je opeens dat er geen toeristen waren, dat het stil was, heel erg leeg, er was geen wind. En veel van die jongens vonden dat ontzettend zwaar, zeker omdat ze steeds meer meegeleefd hadden en steeds dichter bij ons waren in de zomer. De jongens vonden het heel zwaar om dan in de winter die leegte mee te maken en weer te moeten vissen. Dus veel jongens gebruiken drugs, er was heel veel frustratie, ook seksuele frustratie, omdat ze in de zomer zo dicht bij ons en onze vriendinnen waren. Dus daar kwam eigenlijk het verhaal vandaan, dat ik een keer in de winter terugkwam en dacht, wauw, die Europese invloed is niet alleen goed, maar heeft ook een beetje een soort corruptie tot gevolg in dat dorp. Een soort mini-kolonisatie. Ik dacht toen, wat nou als ik met die jongens in het dorp ga werken aan een verhaal dat een van hen op zijn plank slaapt en gewoon die grens 1 keer doorbreekt met Europa. Die grens die ze eigenlijk nooit kunnen doorbreken. En ik ben toen met hen gaan werken en ik heb uiteindelijk een co-schrijver gevonden die ook in het dorp werkte. Zo zijn we het script gaan ontwikkelen. En uiteindelijk hebben veel van die jongens ook een rol en ook de meiden uit het dorp een rol gekregen in de film. En er wordt verteld dat er een militaire zone is in het noorden. Een zone van iets van 300 kilometer. Wat is dat, die militaire zone? Daar mag je niet surfen. Ja, kijk, het is tussen Noord-Afrika en Europa opereert Frontex. Dat is een organisatie die de grenzen dicht wil houden. En die opereren daar met patrouilles en met radars en met helikopters. Dus daar kom je gewoon bijna niet doorheen. Zeker niet als je met een surfplank ineens vanuit Marokko. Want het is eigenlijk heel dichtbij daar. Hè. Marokko ligt ongeveer 30 kilometer van de Spaanse kust daar bij Gibraltar. Zou het te surfen zijn? Die 30 kilometer kan je makkelijk surfen. Staat er niet een enorme stroming zo tussen Middellandse Zee en Atlantische Oceaan? Ja, er staat stroming, maar met je surfplank, als het goed waait, ga je 40 tot 50 kilometer per uur. Dus die stroming is helemaal niet zo van belang. Wat meer van belang is, zijn die patrouilles en die blokkades. En daar wil hij omheen. En dan moet hij dus 300 kilometer eigenlijk om die hele zwaar bewaakte zone heen. En dan gaat hij ook bijna richting Portugal, zeg maar. Dus dat is wat hij probeert. Ja. Want hij surft op een bepaald moment bijna 200 kilometer vanuit het dorpje waar je het net over had. Ja. Is dat dan 4,5 uur surf? Ja, kijk, je moet natuurlijk rekenen met stops en je kan niet heel erg lang achter elkaar windsurfen. Zeker niet 1 kant op, omdat je benen ontzettend moe worden en je armen. Dus je moet zeker af en toe stoppen. En wat hij doet is in het begin gaat hij zoveel mogelijk langs de kust naar het noorden, tot waar hij het punt bereikt. Waar hij een beetje heeft uitgezocht en gehoord heeft dat het daar wel gevaarlijk wordt met meer patrouilles. En daar steekt hij uiteindelijk over. Maar in het begin gaat hij langs de kust en ontmoet hij dus ook allemaal Marokkanen. En ziet hij dus ook Marokko opeens een heel ander licht. En ik denk ook dat hij daar opeens weer zichzelf heel gaat afvragen van wil ik hier wel weg? En ook misschien zijn liefde voor het land weer een beetje hervindt. Ja. Er zijn veel opnames, niet alleen boven water, maar ook vanuit de lucht en onder water. Het evident dat jullie een onderwatercamera hadden, onderwatercameraman.
En de luchtopnames, zijn dat opnames met drones waarschijnlijk wel? Ja, nou, wij hadden een fantastische cameraman, Jasper Wolf. En die heeft inderdaad zelf de onderwateropnames gemaakt. Met, heeft helemaal een duikpak aan, is hij de zee gegaan. Hij heeft ook heel veel zelf vanuit het water geschoten. Daarnaast hadden we een boot, een hele snelle boot, die bijna snel genoeg was voor het windsurfen. Maar windsurfen gaat zo hard dat hij zelfs die powerboot er niet bij kon houden. Dus ik wilde ook één dag een helikopter. En dat hebben we voor elkaar gekregen. Want voor een kleine film als dit zou je dat normaal nooit kunnen krijgen. Maar we hebben het gecrowdfund. Dus er zijn heel veel mensen die een klein beetje geld hebben gegeven, zodat wij één dag een helikopter konden huren. Met een hele mooie camera. En daar zat de crew in, van die ook Inception en James Bond gedraaid heeft. Dus dat was helemaal fantastisch voor mij en Jasper om daarmee te werken. En gelukkig hadden we die dag wind. Want we hadden de helikopter al vastgelegd, maar we wisten natuurlijk niet of er wind zou komen. En in de middag kwam er wind. En ook nog een prachtige zonsondergang. Dus we hebben alle shots vanuit de lucht in één dag geschoten. Je had het even over die crowdfunding. Dit is je tweede speelfilm. Was het moeilijk om financiering in de pre-productie, om geld voor deze film bij elkaar te spoelen? Ja, dat was ontzettend moeilijk. Het heeft ook heel lang geduurd. We zijn 3,5 jaar bezig geweest, ik en mijn producent Bero Beyer, om de financiering rond te krijgen. Omdat we toch wel redelijk wat geld nodig hadden. Dus dat heeft echt heel lang geduurd. Als je nu wat helden van je in de filmwereld zou noemen, wat schiet je dan behalve de Georg Lucas te binnen, de maker van Star Wars? Mijn helden in de film, nou, ik ben een enorme fan van Terrence Malick. Het zijn films waar ook vaak de natuur een hele grote rol speelt en het landschap om de karakters heen. En de poëzie, dus zijn werk, daar ben ik een enorme fan van. Antonioni vind ik fantastisch. Er zijn een paar films van Fellini, zoals Otto Mezzo, dus wat ouder werk. Ik hou heel erg van de soort epische films waarbij camerawerk en het landschap en de omgeving rond de acteur heel erg meespeelt in de film. Antonioni maakt vaak bijna verhaalloze films. Ook films die met groot gemak losse einden in hun verhaal laten hangen, omdat die volkomen ondergeschikt zijn aan de beelden, aan de mensen. Ja, ik vind dat prachtig wat hij doet. En vooral dat verhaalloze, dat herken ik ook wel. Want ik ben ook niet de grootste verhalenverteller. Ik ben ook veel meer geïnteresseerd in een soort beleving of meer een soort gedicht vertellen. En meer meanderen met wat er gebeurt. Dus ik vind dat van Antonioni echt prachtig. En vooral zijn open eindes en zijn dingen die hij doet in L'Eclisse bijvoorbeeld. Of in L'Aventura. Dat was een enorme inspiratie. Ja. En wat me verbaasde aan de film was de verschillende soorten muziek die je gebruikte. Naast Marokkaanse muziek, ook klassieke muziek. Hoe ben je tot die muziekkeuze gekomen? Heb je dat alleen gedaan? Ben je geadviseerd? Heb je een speciaal motief om dat zo... Ik wist eigenlijk al vanaf het begin dat ik twee soorten muziek wilde hebben. Traditionele Marokkaanse muziek en traditionele Europese muziek. Omdat die twee culturen in de film elkaar raken, vond ik dat heel belangrijk. Dus ik heb in België een componist benaderd die veel ervaring had met koormuziek, klassieke koormuziek. En ook klassieke stukken. Ik vond zijn werk ontzettend mooi. En ik vroeg hem, zou u wel eens filmmuziek willen maken? Ik had eigenlijk verwacht dat hij dat niet zou doen. De componist was Piet Zwerts. En die heeft uiteindelijk heel enthousiast ja gezegd. En wij hebben ontzettend lang van tevoren al gewerkt aan ideeën en thema's voor de film. En ik heb eigenlijk een groot deel van de film gemonteerd op de muziek die hij heeft aangeleverd. De andere muzikant was Mourad Belouadi, die hier ook in Rotterdam was. Een Marokkaanse muzikant die ik tot mijn grote verbazing een keer hoorde spelen in het dorp. In een klein soort restaurantje wat daar is. Dus ik ben naar hem toegegaan en ik zei, wauw, kan je nog eens wat meer spelen? En hij zong toen ook, dat deed hij niet vaak. Maar ik ontdekte dat hij een hele mooie stem had. En ik heb hem uiteindelijk kunnen overtuigen om ook de studio mee in te gaan. En hij heeft prachtige geïmproviseerde muziek opgenomen voor de film. De manier waarop interieure gedachten van de hoofdpersoon van EFTA boven die lange, eenzame zeeopname klinken. Ja. Had je ook geen angst dat het te veel melk zou worden, Terrence Malick? Ja, ik denk uiteindelijk misschien dat het ook wel te veel melk is geworden. Hè? Je krijgt vaak de reacties van wauw, dit is melk, maar dan een beetje een rip-off.
Ik denk niet dat ik die angst had toen ik hem aan het maken was. Nu, als ik terugkijk, denk ik wel, ja, ik was enorm beïnvloed door hem. In mijn eerste film heb ik al heel veel voice-over. Toen kende ik zijn werk nog helemaal niet. En toen zei iemand van, je moet eens een keer Terrence Malick's film gaan kijken. Films kijken. En ik heb toen The Thin Red Line gezien. En ik vond dat zo overweldigend mooi. En ik denk dat die film uiteindelijk heel veel invloed heeft gehad op deze film. Ja. The Thin Red Line heeft ook enorm veel voice-over. The Thin Red Line heeft het heel sterk, ja. Ik hou enorm van voice-over. Daar kom ik niet vanaf, denk ik, nooit. Maar de liefde voor het water kruipt ook overal in de film. Door heel veel opnames zijn ook op het waterspiegelniveau gemaakt. Ja, de scheidslijn tussen onderwater en bovenwater. Ja. En misschien ook wel de scheidslijn tussen ene cultuur en de andere. Ja, wie weet. Ja. Sowieso voor onze scheidslijn tussen leven en dood, denk ik. Tekla Reuter is natuurlijk een bekende Nederlandse actrice. Efta was geen acteur, was een surfer. En geldt het ook voor de andere Marokkaanse spelers? Ja, ik wilde eigenlijk zoveel mogelijk met echte mensen uit het dorp werken die ik daar kende. Of uit de stad Essaouira die daar in de buurt lag. Ik wilde dat film echt voelen. Ik heb geprobeerd ook nog om te kijken naar professionele acteurs uit Marokko. Maar je voelde vaak dat die van een gegoede achtergrond kwamen. En dat voelde je ook terug in de manier waarop ze speelden. Dus ik ben ook, ik ben eigenlijk vrijwel vanaf het begin gaan casten onder de mensen uit het dorp en onder de mensen van Essaouira. En ik wilde per se een echte windsurfer hebben in de hoofdrol. Omdat die fysieke bewegingen en dat het surfen alleen al, dat is enorm moeilijk om te leren. Dat kun je als acteur nooit in een paar maanden leren. En ik wilde dat zeg maar heel sterk naar voren kwam. Dat je zag dat het surfen echt was en dat de hoofdrolspeler echt een surfer was. Efta had ik al meteen vanaf het begin op mijn netvlies. Hij woonde in het dorp en hij had een prachtige kop met een enorme soort diepe afwezigheid in zijn blik. Van afwezige blik in zijn ogen, vond ik heel erg mooi. En ja, wonder boven wonder bleek tijdens de auditie dat hij ook nog heel goed kon spelen. Dat hij een soort natuurtalent was. Dus ik was enorm blij met hem. Ja, we hebben echt gewoon fantastische acteurs gevonden daar. Van dat kleine meisje tot zijn nichtje, tot een van zijn beste vrienden. Dat was gewoon te gek wat zij deden voor de camera. Ja. Heb je al een volgend project in gedachten? Ja, ik ben bezig met een Amerikaanse film. Dus inderdaad toch terug naar die droom om naar Californië te gaan. En dat gaat letterlijk over een vader en een dochter die door Amerika reizen richting Californië.